ga naar de expositie Poëtische Blauwdrukken van de Natuur. Die wordt vandaag geopend. Ja, dit zijn blauwdrukken van planten met poëtische teksten van Suzanne van Leenert. En het blauwdruk is een hele oude fototechniek uit 1843. Het is ook echt een magische techniek, want je werkt met een vloeistof, die breng je aan op papier. En op het moment dat dat papier is opgedroogd, dan is dat licht gevoelig geworden. Dus je maakt eigenlijk je eigen fotopapier. En als je daar dan iets op gaat leggen en je brengt het in de zon, dan verandert het van kleur. En die gedichten hebben allemaal raakvlakken met de natuur en hoe wij als mens met de natuur omgaan. Suzanne die schrijft over de natuur en ik ben een kunstenaar. Ik werk heel veel met natuurlijk materiaal. Dus als ik aan het wandelen ben, dan verzamel ik planten en ik droog planten. Ik heb ook een herbarium thuis waar al die plantjes in zitten en heb de namen erbij geschreven. Ik word geïnspireerd door de natuur sowieso, maar eigenlijk door alles om mij heen. Dus gewoon door het leven. En in dit project zijn de teksten ontstaan door gesprekken met Jacqueline te voeren. Wij hebben gezamenlijke interesses, de natuur voornamelijk. En door daar met elkaar over in gesprek te gaan, kom ik tot mijn teksten. En soms dan zegt Jacqueline iets en dat triggert mij. En dan ga ik dingen opschrijven. En zo komen mijn teksten tot stand. Jullie geven ook workshops. In de workshops gaan mensen leren hoe de techniek van het blauwdrukken werkt. Dus ze gaan zelf een aantal blauwdrukken gaan ze maken. Daarnaast krijgen ze een aantal creatieve schrijfoefeningen, waarbij ze tot één regel of meerdere regels komen. En die worden dan verwerkt in de blauwdruk. Dus uiteindelijk gaan mensen een soortgelijk werk maken als wat hier ook hangt. En daarbij gaan ze dan ook deel uitmaken van de tentoonstelling. Want na elke workshop mag een deelnemer een werk inleveren en dat komt dan hierbij te hangen. Daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord, van die techniek. Terwijl het woord blauwdruk een woord is wat regelmatig gebruikt wordt. Wat ik zelf ook wel zou gebruiken. En die combinatie van beide, dat vond ik heel bijzonder. Dus ik zit nog te denken of ik aan zo'n cursus ga deelnemen. Maar er is nog één vrije plaats, dus ik heb weinig kans. Ik ben heel erg gefascineerd door de grote verscheidenheid aan planten. En tijdens de COVID ging iedereen aan de wandel. En wij ook. En wat je zag gebeuren is dat voorheen olifantenpaadjes, van die kleine paadjes, hè, hier langs de Vecht verderop in dat Vechtpark, dat zijn inmiddels gewoon brede wandelpaden geworden. Omdat iedereen de natuur in beslag genomen heeft. We gingen allemaal naar buiten, we gingen allemaal wandelen. En dat gegeven, dus wat wij met de natuur doen, dat inspireert ons. Was er ook een afbeelding die je bijzonder interesseerde of raakte? Ja, er was er één bij met een gedicht waarin gesuggereerd werd of uitgesproken werd. Er is een ademtocht en ik heb het aangevuld en dan niets. Maar dat stond er niet, ik weet niet meer precies wat er stond. Maar dat kan je op allerlei manieren interpreteren. Maar iemand zei tegen mij dat de ademtocht is. Er is niets en dan komt er een ademtocht en dan is er weer niets. Nou ja, het leven zelf dus.